allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mystery Dungeon Explorers of Sky. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering live. Want ik ben hier samen, ik ben hier niet alleen, ik heb hier Yeet Streamer, Musical Mumbar zie ik er tussen staan, Mario Player zie ik er tussen staan, Belgium Wolfion, hele gezellige groep op de livestream. Dus zie je af en toe een keer een pop-up voorbij komen van support, dan heeft dat daarmee te maken. In de vorige aflevering zijn we naar de Apple Woods gegaan. In de Apple Woods moesten wij Perfect Apples halen. Is ons niet gelukt dankzij Team Skull, de oorspronkelijke Team Skull. Niet Jut en Jul van Pokémon Sun and Moon, nee, de echte Team Skull. En daardoor hebben wij nogal honger, want wij hebben niks gegeten. Ouch. Hopelijk krijgen we wat te eten en anders pakken we gewoon een Perfect Apple uit onze stores. Dat was een idee van Apple, dus gaan we dat gewoon doen. Laatste onderwerp nog. Morgen, of de dag na morgen, of misschien een paar dagen, ik weet niet precies, zijn we van plan om dus de members van de expeditie morgen te gaan, of van dat moment te vertellen. Yay! Oh, Bidoof, dat was... Hallo, je... Ben golly, serieus, de members die worden eindelijk dan genoemd? Wow! Oh mijn god, dat zou zoveel fun zijn! Ik heb geen idee meer hoe ik Sunflora heb gedaan, sorry jongens. Iedereen, dit is de laatste kans om een indruk te maken. Werk hard en... breng ons onder de indruk als je echt gekozen wil worden. Oké, iedereen, laten we aan het werk gaan zoals altijd. Hoera! Goed, nou, smiles go for miles en weet het allemaal nogal meer. Stevie, ik heb honger. Ja, ik ook. Ah, jullie twee. Jullie twee zullen gewoon boven de baan. Gewoon kijken of jobs daarboven liggen. We rekenen op jullie. Oh, er is wel één ding over de expeditie. Jullie kunnen beter maar opgeven en hopen dat jullie gekozen zullen gaan worden. Wat? Waarom? Jullie taal van gisteren, die ja, weegt nogal zwaar in deze schaal. En als jullie weten is het moeilijk om te vertellen wat de Guildmaster denkt en waarop. Dus ja, ik neem aan dat hij nog steeds heel erg boos van binnen is. Dus het is veel onwaarschijnlijk dat jullie gekozen worden voor de expeditie. Dus wanneer dat de tijd komt, ja, hoop er niet te veel op alsjeblieft. Dat is alles! Kettelt, ik haat je. Ik was al zwak omdat ik hongerig ben, maar nou dat we ook nog dit en toen is verteld, heb ik helemaal geen motivatie meer. Psst. Hey, luister. Huh? Ik hoorde een stem. Shh, kom nou, hier. Bidoof. Shh, dat is zo hard. Kom hier nou. Jew, niemand heeft iets gezien. Nou, misschien Krogunk. Wat is er aan de hand? Waarom hebben jullie ons naar onze kamer geroepen? Nou, here you go. Dit is voor jullie. Nou weet ik het weer, die klonk als dood. Appels! Jullie zullen wel heel erg hongerig zijn. Wacht eventjes, dat kunnen wij nu beter. Anderhalf jaar in de technologie in de toekomst, dit kunnen wij beter. Jullie zullen nu heel erg hongerig zijn. Pink passen bij je. Ja, dat hoort bij een Chimchow. We hebben allemaal een beetje wat achtergelaten van ons voedsel gisteren. Speciaal voor jullie. Nou, eet op! Ah, dat is zo lief. Dankjewel iedereen. Ja, jullie denken toch niet dat ik dit ga voice acten? Kom op. Ik zit vol dit. Ah, ik voel me zoveel beter, dankjewel. Rie. Moet ik even. Geweldig! En die tekst was ik helaas vergeten, mijn excuses daarvoor. Iedereen die moet een beetje extra helpen om anderen te helpen voor de expeditie, toch? Jup, jup. Dankjewel, iedereen. Maar over de expeditie. Chattel die kwam en die vertelde ons dat we waarschijnlijk niet gekozen worden. Hoe kun je dat zeggen? Er is niet... Niemand weet wat er gaat gebeuren. Nuh-uh, zeker niet. De members zijn nog niet gekozen. Iedereen,
Dankjewel voor ons op de vrolijke maan. Wil iedereen niet op de expeditie? Wat als wij zijn gekozen, maar dat jullie dan niet kunnen gaan of zo? Zullen jullie daar oké mee zijn? Nou, nee, ik denk het niet. Jim Chow is serieus. En natuurlijk, als iemand is gekozen, dan kan iemand anders niet gaan. That's just the way it is. Things will never be the same. Wauw. Als jullie niet gekozen worden voor de expeditie, dan zullen jullie juist moeten aanmoedigen voor degenen die juist wel zijn gekozen. Jap, jap. En iedereen wil zeker met de expeditie met jullie mee, Evelyn en Stevie. Ja. Iedereen, echt bedankt. Oké, wij gaan ons best doen om gekozen te worden voor de expeditie. We zullen het proberen tot het bittere eind. Jap, jap. Dat is de kracht. Goed zo, jongens. Ja. Ik weet niet waarom dat ik Bidoof als Kofi laat klinken. Ik heb geen idee. Maar goed. Juist. Laten we allemaal ons best doen. We moeten allemaal ons best doen. Dus we hard proberen als we kunnen. Misschien kunnen we allemaal weer gaan. Ja. Oké, terug naar missies. Oh jongens, echt serieus. Die voice acting is serieus. Waarom ook niet? Hey, jullie twee overdag. Oh, het is Krogunk. Denk je? Maar wat waren jullie daar aan het doen met Bidoof en alles? Was zo sneaky. Ik neem aan dat het niks met mij te maken heeft, maar... maakt niet uit, dat is in ieder geval niet waarvoor ik jullie hier heb geroepen. Het wachten is voorbij. Het gaat over mijn winkel. De Krogunk Swapshop is eindelijk terug in business. Krogunk Swapshop? Ja, dat heb ik goed gehoord. Ik heb het eindelijk voor elkaar gekregen om mijn swap-dinges voor elkaar te kunnen repareren. En dan kan ik eindelijk weer verder met mijn werk. Je stopt er een paar items in en in de rookketel en alle items die worden dan geswapt en komen dan vanuit Treasure Town. Dan zijn er andere Pokémon die dan ook weer rare items hebben voor het ruilen. Dus kun je in één keer voor een hele goede rol terechtkomen, snap je dat? Dus als jullie twee denken dat jullie items kunnen ruilen, dan brengen ze jullie wel naar mij, toch? Goed, dit is best wel eigenlijk lastig om uit te leggen. Je komt dus specifieke items tegen die je dus kan ruilen voor items die hij dus heeft. Bepaalde items die zijn heel erg handig, bijvoorbeeld die geven een kleine stat boost. Sommige die geven jou een extra preventie tegen sommige dingen. Bepaalde Eevee-items, Pikachu-items, items voor Pokémon die je toevallig bij je hebt. Maar je kunt dus ook items tegenkomen van Pokémon waar je niks aan hebt. Nou, die items die wil je hier naartoe brengen en ruilen dus voor items waar je wel iets aan hebt. Goed, laten we eens heel eventjes gaan kijken, want onze joblist. Anderhalf jaar geleden hebben we gekeken, wij hebben er nog 4 staan in de Waterfall Cave, maar we hebben nog steeds geen Totter Orb. Dus de Waterfall Cave, ja, ik denk dat die Totter Orb gewoon het kan bekijken. Even kijken, wat hebben we hier nog te zien? Beach Cave, Drench Bluff. Mount Bristol. Niet echt heel interessant allemaal. Hebben we hier iets wat we nou kunnen gaan doen? Even kijken. We hebben er hier 3 voor Mount Bristol. Even kijken. Outlaws, die zijn best wel lastig. Even kijken. Hoeveel hebben we er nou in totaal voor Mount Bristol? Want hier zat er ook eentje bij. Nee, dat is onze... Oeh, een escort missie. Oef. Deze kan heel gevaarlijk worden. Aangezien dat we dan 3 outlaws moeten neerhalen. Terwijl dat we dus een ally met ons meenemen. En de ally is een Hoppip. In een vuurdungeon. Nee, ik denk dat het het beste is dat we inderdaad gewoon zeggen van... we pakken de Waterfall Cave en laten die ene voor wat het is. Dus ik ga heel eventjes mijn eigen voorbereiden. Tijd voor een knip. Wij staan hier nu voor en...
Ik zie jullie wanneer dat wij naar de Waterfall Cave gaan. Oh, er is iemand bij de café-ingang. Vraag maar wat er gaande is. Hé, hey, is er iets aan de hand? Gaat er iets mis in het café? Mr. Mime! Ja, het blijkt dat er geweldig nieuws is voor alle explorers! Ik heb geen idee hoe een octillery klinkt. We vragen me af wat voor geweldig nieuws. Nou ben ik echt geïnteresseerd. Ik ga het uitvinden. Ik ook! Jeetje. Geweldig nieuws, hè? Hey Stevie, ik denk dat we ook eventjes moeten gaan kijken. Geef hem de stem van Octo. Ik denk dat dat inderdaad eens beter was geweest als ik hem de stem van Octo had gegeven. Nou, het is hier best wel druk. Ik heb geen idee hoe dat ik Spin daarmee heb genoemd. Mag ik even iedereen zijn aandacht, alsjeblieft? Ten eerste, dankjewel voor allemaal hier te komen en in jullie drukke... Wil die Eevee alsjeblieft heel even stil zijn? Dankjewel. In jullie drukke roosters en schema's. Vandaag wil ik jullie iets voor geweldig nieuws en hoop van dromen, van hopen en dromen, weet ik het allemaal nog meer laten voorstellen. Dankzij jullie geweldige bijdrage is dit café behoorlijk populair geworden. We zijn heel erg gelukkig omdat we zoveel geweldige klanten zoals jullie hebben. Deze winkel Pride & Joy, de Recycle Shop die we daar in de hoek hebben, is geheel operationeel en heeft heel veel nieuwe items gevonden. Hiervoor willen we jullie bedanken voor jullie fijne bijdrage. Door een nieuwe service te openen. We noemen het Project P. Eevee, ligt dat aan mij of klinkt dat nou heel erg ranzig? Sst, stil nou! Project P! Wat? Wat is dat? Zoiets. Ik had van Mitchie de vraag of ik een Octo wou gebruiken, jongens. Sorry. Dit project zorgt ervoor dat alle recycle items in orde... Dit project... Ik ben helemaal van me apropos. Ja, jongens, dit gebeurt live. Dit gebeurt in een opname. Dit gebeurt overal. Dit project aims to use the items gathered in the recycle shop in order to explore unexplored places. Dit project doelt om items die we vinden in de recycle shop om dus naar... om... plekken te onderzoeken die nog niet onderzocht zijn. Houd daar maar op. Laat ik het uitleggen. Alsjeblieft niet. Hou maar op. Ah, ik word hier moe van. Help. Ik probeer het dadelijk wel uit te leggen. Nu in de recycle shop, als je dus items krijgt, je ruilt verschillende items voor één item terug. Dankzij iedereen daardoor hebben we dus heel erg veel items in de shop. En dat is dus heel erg fijn en daardoor met Project C. Nou, met Project P gebeurt er dit. Op het moment dat je items gaat ruilen, dan vraag je dus hoe Project P hierin gaat komen. Nou, Project P die geeft dan zeg maar alle items die we dus vinden, dan gaan we dus naar Explore Areas. Nou, en als je dat dan daar allemaal gaat gooien, ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik probeer het uit te leggen, maar het werkt maar voor geen meter. Dus Project P die werkt dus als volgt, dat je dus naar een dungeon kan gaan, waar nog nooit iemand is geweest. En dus kan onderzoeken, of zoiets in die trend. En ja, natuurlijk zul je daar nieuwe treasures vinden, want daar gaan we wel vanuit. Ik heb geen idee wat ik aan het uitleggen ben, want ik ben eigenlijk alleen maar van de sapjes en van de blenders en noem het maar op. Maar goed, in ieder geval, het heet recyclen. Recyclen is goed. We proberen jullie het bericht te geven dat recyclen goed is. Dus blijf vooral recyclen. En dan zijn we heel erg vrolijk. En daarbij heb ik maar mijn uitleg. Dus alsjeblieft, snap je dit? Nee, maar we zeggen maar ja. Gebruik gewoon recycled items en ik onderzoek de hele wereld. Echt serieus, ik heb zin in thee. Kun je daar niet voor zorgen, hè? Wauw, dit is geweldig! Ik heb mijn twijfels erover. Dus, leuk. In ieder geval, dit is dus ook weer zo'n explored, of ja, zo'n extra dingetje, wat er dus binnenkwam in Explorers of Sky. Ik heb zelf nog niet echt een idee hoe dat het werkt, maar ik vind het wel gaaf. Ja, dat is fijn, Eevee. Dus, alles wat je dus recycelt en je ruilt het rond... Eevee, alsjeblieft, begin nou ook niet. Mijn hoofd doet al pijn. Maar dan kunnen we dus onderzoeken naar wat nog niet onderzocht is. Waarschijnlijk. Yay! I'm so excited and I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Oh.
Recyclen kijken we van eigenlijk wel naar, jongens. Maar goed, in ieder geval, eventjes terug naar de knip. Oké, ik heb heel eventjes mijn inventory een beetje gekleerd. De gummies kunnen we helaas nog niet doen, dus die gaan dadelijk heel even snel naar de storage toe. Maar wat ik jullie zeker wil laten zien is dat de Link Shop open is. En oh boy, wil je linken? Linken is, wat het basically doet, op het moment dat je een move gaat linken, wil dat zeggen dat je twee moves tegelijkertijd kan pakken. Dus Thunder Shock en Thunder Wave is zeker een van de moves die ik dolgraag samen wil gebruiken. Als het goed is, kon ik zeggen met moves. Dat Sonic Strife gezellig mee surft even door met ons. En dat komt dankzij Belgian Wolf. Dankjewel Belgian Wolf voor de gifted sub. Ja jongens, we zijn nog steeds aan het livestreamen. Even kijken. Moves, Thunder Wave. Hoe deed ik dat ook alweer? Ja, dat weet ik. Maar ik weet dat er een manier is om... Hoe deed je dat ook alweer? Ah, hier staat het. Shift moves. R en de pijltjes toetsen. Wauw, het wordt hier gewoon uitgelegd. Goed, wat we willen doen is, we willen dus Thunder Shock, willen we dus met R willen we naar boven brengen. En als we dan op Thunder Shock richten en we zeggen Link, dan zijn deze moves nu gelinkt. Dus op het moment dat we Thunder Shock gebruiken, gebruiken we er gelijk ook Thunder Wave achteraan. Dat wil dus zeggen dat we dus een bijna garantie hebben dat we ook nog eens een keer gelijk zullen paralyzen. Dit is enorm handig om dat te kunnen doen. En het duurde me enorm lang, echt serieus. Dit is een van de faals die dus Twitch heeft gezien. Hoe lang dat het mij wel niet duurde om hierachter te komen. Gelukkig duurde het maar 5 minuten. Maar dat maakt niet uit, het gaat om het idee. Goed, nou dit willen we dus zeker doen, maar dit willen we dus ook doen bij Evelyn. Helping Hand en Tackle. Helping Hand geeft namelijk ook nog eens een keertje een extra attack en special attack boost aan al je teammembers. Krill, het is wel handig voor een dubbele aanval. Maar ik zou zeggen, laten we dit eventjes linken en... Krill en Sand Attack? Nou ja, het is nou toch gratis, dus... Waarom niet? Oké, Kinkyheid. Mutsport willen we absoluut niet gebruiken. Tail Whip en Water Gun, waarom ook niet? Moeten we wel heel eventjes zorgen dat dit wel goed staat. Dus, nee, die moeten we aanlaten. Linken die hap. Dat die move wel gebruikt wordt. En Darwin... ik denk niet dat we voor Darwin... Nou ja, Sweet Sand zorgt ervoor dat de vijanden makkelijker geraakt kunnen worden. Dus... Maar het probleem is, Sweet Sand wordt al vaak gratis gebruikt. Nee, Darwin heeft het niet nodig. Oké, dus nou hebben we er wat linking gedaan. En nou sta ik dus ook klaar om dus onze jobs te gaan doen. Goed. Geld gaat weer terug hierin. Ik moet nog heel eventjes snel terug. Om heel eventjes iets nog even in de storage te gooien. En neem ik jullie gewoon nog heel eventjes mee naartoe. En dan gaan we zo snel mogelijk naar de Waterfall Cave. Oké, ik heb heel eventjes een Stun Seed en een Vile Seed meegenomen. Stun Seed zorgt namelijk voor een Paralyze. En de Vile Seed die zorgt ervoor dat de defense en special defense helemaal geminimaliseerd wordt. Voor de rest even kijken. Zitten we helemaal goed? Zijn die jobs geaccepteerd, alle drie? Ja, op naar de Waterfall Cave. Zoals altijd, hier zijn we al een keer geweest. Dus, highlights only. Waterfall Cave, here we go. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met jullie feedback. Dat jullie de voice acting leuk vinden. Dat jullie de live acteren leuk vinden. En Darwin! Nou, weet je wat? De ladder is dichterbij. Weet je wat? We gaan wel... Oh, hoi. Jij moest zo nodig de omweg nemen. Fijn. Destination. Oké. Moet hier iets vinden, denk ik. Ik heb geen idee wat mijn missie meer was. Ik ben zo goed. We zijn Team Courage, niet Team Wijsheid. In ieder geval vast onze money gevonden. Dat vind ik het belangrijkste. Who cares about the rest? Hier zie je instant paralyze. Dit wordt best wel een beetje druk hier. Sorry! Op welke Nintendo console is Explorers of Sky te krijgen? Nintendo DS. Dennis! Dat kreng heeft veel HP. Volgens mij is het de Pokémon die wij moeten bevechten eigenlijk. Want ik vind Protect super OP trouwens in deze game.
Aangezien dat je bent 1, 2 tot 5 beurten, ben je gewoon protect voor alles. Ja, het heeft, het heeft weinig nut, dus ik skip gewoon een beurt. Oké. Protect is uitgeschakeld. Oké, dit gaat heel erg de verkeerde kant op. Gelukkig hebben we daar ornberries voor. Ik neem een ornberry. Volgens mij is dit echt gewoon de Pokémon die we moeten neerhalen. Dat kan niet anders. Kan ik deze niet? Zet. Doet gegarandeerd 10 damage. Oké, weet je wat? Ik ga me eigenlijk ook even een Oranberry geven, want dit gaat heel erg verkeerd. Laat me raden. Ik heb nog 1 Oranberry. Goed zo. Oké, even kijken. Wat kan ik doen? Sowieso kan ik dit doen. Huh? Radar Orb was dropped! Yes! En de rit was die Adlar. Ja, dat was dus inderdaad de hidden... Oké, nou, heel dat stuk staat er dus in. Nee, we gaan nog niet weg. Wij wachten heel eventjes tot Evelyn... No. Yes. Dank je. Evelyn, nee, niet wegrennen, Evelyn. Dat is gevaarlijk. Evelyn, blijf bij ons. Evelyn, blijf bij ons. Evelyn, nee, dat is gevaarlijk. Niet doen. Evelyn, echt serieus. Ga je nou eens mee uit. Doe me een plezier. Evelyn. Evelyn! Evelyn! Kom terug! Dank je. Altijd fijn als Pokémon goed luisteren. Oh boy. Moet weer een oud... Oh nee, dit is volgens mij waar we de Cherryberry moeten vinden. Jij bent een Ground-type. Ik ga echt niet die fout nog een keer maken. Was watersport niet tot stroom zwakker werd? Of tot vuur zwakker werd? Ik weet het niet meer. In ieder geval, we hebben een heal seed. Yay. Even kijken. Waar hebben we de cherryberry? Darwin is naar level 13. Yay! En heeft poison powder geleerd. Oké, poison powder is een van de meest waardeloze aanvallen ooit in verband met... Ja. Het is vervelend als jij gepoisoned wordt, maar op het moment dat een vijand of boss battle gepoisoned wordt... Zal er maar 2 damage doen na zo'n lange tijd. Is het niet waard? Serieus, zet het uit zodra dat hij het geleerd heeft. Wat hebben we hier? Escape Orb. Yay! Want escape ropes zijn zo... Ik maak nou een fout of niet? Ik vergeet een job. Oeps. Ik loop zo automatisch daar doorheen tot ik helemaal vergeten ben dat hier tot op 7 ook een job was. Nou ja, dat wordt gewoon een job die we gewoon skippen. Sorry! Helemaal vergeten. Eens even kijken. File seeds. Die gaan we hier zeker gebruiken. Ik voel me echt dom nu op het moment, jongens. Dubbele missie. Wat een waardeloos iets. En de Outlaw, die is uitgeschakeld. Dit was de laatste missie. Dus ja, ik heb hier geen... Nou ja, we kunnen de Oranberry nog even meenemen. Maar ja, dan moeten we wel heel de dungeon. Is dat wat waard? Nee, we gaan. Yep, we gaan. Want ik heb een fout gemaakt. Ik ben dom. Ik voel me echt dom. Ik ben echt dom. Dankjewel, bij jou gaat een groot terug te krijgen. Daar ben ik heel blij om. Hier, krijg 25.000. Nee, we krijgen maar 10% ervan. Dankjewel, Chatot. Nou ja, in ieder geval is het wel een leuke reward. En we hebben een recycle. Een recycle was volgens mij een move waarmee dat je TM's weer kon recyclen als je een used TM had. Maar dat is best wel een heel gedoe. Ja, gratis orange gummy, netjes. En 60 exploration points. Nice. Hebben we dan wel alle 3 de missies gedaan?
Nou, blijkbaar heb ik dan de cherryberry toch opgepakt. Of had ik gewoon een cherryberry in mijn inventory nodig. Nou ja, we hebben weer gewoon voedsel. Daar ben ik blij om. Positief. Jee. Laten we maar wat gaan slapen. We gaan er morgen weer een goede dag van maken, Stevie. Rusten. Nou jongens, ik ben benieuwd. Krijgen we storylijn? Goedemorgen, wakker worden, het is ochtend. Jij klinkt nog steeds als Bowser. Oh, blijft altijd leuk om dat te doen. Oké, don't save, zoals altijd. Mocht er iets fout gaan tijdens opnames, altijd belangrijk. Niet te save dan. Smiles goes for miles. En volgens mij gaan we gewoon nog een route doen. Nou, we hebben best wel veel geknipt. Dus ik zeg, laten we nog maar inderdaad even kijken. Simon. Oh nee, we moeten weer sentry duty doen. Kip. We hebben het waardeloos gedaan, jongens. Jee, hopelijk zijn we ontslagen hierop. Jee. Jee. Ik schaam me nog niet eens. Nee, gewoon ons niet meer op deze missie zetten. Gewoon laat ons maar jobmissies doen. Dat is vele malen beter. Hou het daar maar gewoon op. Echt serieus. Mimé die zegt al van gelukkig krijg je de goede rewards voor. Maar anders is dit behoorlijk saai. Ja, wel trusten. Nou, dat was een hele korte dag. Is dit nog steeds de tweede aflevering? Ja, dit is nog steeds de tweede aflevering. Mogen we nog even snel wat missies doen? Of krijgen we nou storylijnen dat we daar inderdaad de aflevering toch maar moeten gaan eindigen? Komen we nu achter? 3 smiles go for miles. Wij gaan aan het werk. Hoera! Voice acting is nou niet nodig, want het krijgt de hele tijd. Wat gaan we doen? Oké, we gaan jobs doen. Hoi! Nou jongens, ik ga zelf eventjes kijken of we leuke jobs kunnen vinden. En ik zie jullie zo meteen. Duidelijk rood? Oké. Oh mijn god, hebben we een jackpot? Dit is zo not fair! Echt die build-up! Zeg niet dat ik al moet komen, echt serieus! Nou ja, Scanner Orb is best wel handig wat we ervoor terug hebben gekregen. Oké, nou laten we maar eventjes naar de highlights gaan van de Applewood van de 2 missies die we daar gepakt hebben. Waarom dan niet? Want nou komen we dus zeg maar bij een van de plekken, daar moesten we Tengela moesten we vinden. Hallo. Ik mis wel heel erg vaak met mijn donderschok. Ik weet dat ik geen goede Pikachu ben, maar dat wil niet zeggen dat ik zo erg slecht ben in mikken. Ik bedoel, in Sea of Thieves kan ik ook al redelijk goed mikken. Ja, ik ben me eigenlijk nog niet perfect mee, King. Sea of Thieves. Ik ben beter met Sword. Hi. Au. Ik hou er niet van om te missen. Sterf. Oké, waar is Tengela? Daar. Hi. Oké, we hebben de Tengela even gevonden. Nou, dat is al heel erg fijn. Grappig is, dit is dus echt een van die afleveringen waar dat je dus best wel veel edit missie, of ja, veel editing in hebt. De eerste aflevering die heeft maar 2 knips. Deze die heeft gewoon echt zoveel knips erin zitten. Die hele aflevering moet gewoon kijken. Wat knip ik eruit, wat knip ik er niet uit, dat soort dingen. Evelyn gaat naar level 16. Jee, ik ben level omhoog gegaan. Extra HP, stats gaan met eentje verder omhoog. Maar niet te vergeten, mijn gummies gaan ook nog eens een keer de stats omhoog. Oké. Apple. Nee, Evelyn, sorry, die pak ik zelf, want we hebben maar 1 appel bij ons. En ik ben een level 16. Yay! Ik kan niet wachten tot ik eindelijk een keer een goede aanval ga leren. Link moves are almost out of PP. Use them twice more and they will fall apart. En dan moet je ze weer linken. Dat is vervelend. Wacht eventjes. Ho, stop. Ik zie iets. Wil je net zien dat... Nee, dit loopt dood. Oké, never mind. Jij krijgt mijn laatste thundershock. Neem het respectvol. Wij zijn op zoek naar beduw. Dat is geen beduw. Ik ga geen elixir gebruiken voor deze laatste floor. Ik weiger.
Want ik ben op zoek naar een beduw. Want het kan zijn dat beduw al in zo'n ruimte zit waar dat wel geweest zijn. Want het is compleet random waar dat beduw naartoe loopt. Beduw. Hi beduw. Voordat ik met jou ga praten, pak ik even deze Max Elixir nog. Hi. Nou, fijn dat jullie tevreden zijn en blij zijn. Dan weet ik het allemaal nog meer. Succes. Wij gaan er ook van tussen. Doei. Jongen zeg. Escort missies. Yuck. Nou, in ieder geval, we krijgen dus een brown gummy. Wat niet erg handig is. Nou ja, voor Pikachu is het heel erg handig. Dus best wel goed om te hebben. 30 exploration points. Maar deze, daar krijgen wij dus natuurlijk nou het meeste voor. Daar krijgen we er 60 van. Ja, geef mij maar een heal seed. Yay. 60 exploration. We krijgen er niks extra's voor. Maar het gaat om die punten. Oh. Iedereen, het is tijd voor voedsel. Yeah! Laten we gaan eten! Iedereen, even wachten. Voordat we gaan beginnen met het avondeten vanavond, wil ik graag eventjes een aankondiging maken. Hey! Nou, zeg het dan nog wat! Ik ben serieus, we hebben honger, we willen eten! Hoe had ik DuckTree ook alweer genoemd? Je houdt ons tegen voor het eten en voor ons zit. Dat kan niet. Dit klinkt meer als een Magnemite nou en dat hoort niet. Dit is zo mooi niet eerlijk. Ik voel dat ik ga feinten van honger. Boe. Order. Ik wil order hebben. Je klinkt in één keer als Sunflora, Chatot. Ja, sorry. Dat, mijn fout. In ieder geval, de selectie van expeditiemembers zit aan iedereen's gedachten, of niet soms. Onze guildmaster heeft zijn laatste keuzes gemaakt. Wow, het gaat eindelijk, dus het is beslist. De members zullen morgen gekozen worden, voordat we met de briefing gaan beginnen. Het is zeker iets om naar uit te kijken. Nou, sorry dat ik heb jullie laten wachten. Iedereen klaar, voordat we beginnen? Klaar en let's eat! Nou, dan hebben we toch in ieder geval een goede afsluiting gekozen voor deze aflevering. Want ja, we gaan nu dus slapen. En in de volgende aflevering komen we er dus achter wie wat waar. En geen zorgen, de volgende aflevering gaat geen anderhalf jaar duren. Waarschijnlijk anderhalve maand. Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Want ik ben toch eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig wie wordt gekozen voor de expeditie. Maakt me een beetje nerveus. Ik weet dat Chatot zei dat we niet te veel hoop moesten hebben. Maar ik bedoel, we hebben, ja, de perfect appels hebben we niet kunnen brengen die Wigglytuff zo leuk vond. Lekker vindt, eigenlijk. Maar we hebben daarna toch heel erg hard gewerkt? Nou, niet echt. We hebben maar 2 missies gedaan en daarna ook 3 missies. Dus in totaal 5 missies. Dat hadden we meer. En we hebben gefaald met Sentry-dienst. Dus we hebben het goed gedaan. Waarom doe ik zo down-motiverend? We hebben onze best gedaan. En ook al worden we niet gekozen, ik heb nergens geen spijt van. Oh. Ik word slaperig. Laten we maar gaan slapen. Ik kijk uit naar morgen. Echt serieus, morgen wordt het bekendgemaakt. Dat rust is TV. Oh. Nee. Nergens is spijt van. Maar toch. Morgen niet gekozen worden voor die onderzoeking. Ik weet zeker, Evelyn die zou er behoorlijk geraakt door worden. Evelyn die probeert het zo hard. Ik hoop dat Evelyn, maar al zou ik zelf niet mogen, ik hoop dat Evelyn naar die expeditie mag. Maar als we beide gekozen worden voor de expeditie. Die speciale kracht die ik heb. Ja, jullie dachten dat ik hem vergeten was, hè, de anderhalf jaar. Maar ik heb die speciale kracht. Die zou wel handig zijn. Ik moet wel zeggen, in die anderhalf jaar tijd heb ik hem niet meer gehad. Het is wel een handige ability. Ik zal hem toch niet kwijtgeraakt zijn, hè? Maar ja, wanneer ik niet weet wanneer ik die visies ga krijgen, denk ik, dat is zo frustrerend. Als ik hier de hele tijd over na blijf denken, dan weet ik zeker dat ik niet in slaap ga komen. Dus ik denk dat ik ook maar beter kan gaan slapen. Welterusten, Evelyn. Ik hoop dat je morgen gekozen wordt. We zullen het zien. Jullie allemaal, beste kijkertjes,
Wens jullie ook wel trusten. Tot de volgende video. Doei! Geintje. Komt nog meer. Daar is het. Nog een tuinkeer. Het is de tweede al. Drie nog. Ik heb er nog maar drie nodig. Ik moet ze hebben. Ik moet ze allemaal hebben.